Een korte demonstratie om een horlogebandje te verwijderen. Je hebt nodig een speciale tang om een horlogeband te verwijderen. Maar een goedkopere oplossing is ook wel het welbekende schilmesje. Net zo effectief. Ik zal ook laten zien waarom. Op het moment het bandje te willen vervangen, zit hier deze punten vaak een drukpinnetje. En hier ook. Nou, hoe halen we dat pinnetje eruit? Is het volgende. We pakken het bandje. We zetten daarbij het mesje tussen de kast en de band. Die druk je er tegenaan. Je wipt hem als het ware straks naar binnen toe. Drukken, wippen en we hebben hem los. Nou, zo kennelijk eenvoudig is dus een bandje te vervangen. Dan kijken we even of de pin die in de band zit nog goed is. Dit noemen we ook wel een springbar. Dit zijn drukpinnetjes. Die drukpinnetjes gaan in de kast. Hier en hier. Nou, hoe zetten we hem dan weer aan? In de meeste gevallen dan weer een nieuwe band. We doen de springbar, het pinnetje, door de band. Beide puntjes er weer uitkomen. We zetten één van de kant alvast in het gaatje van de kast. De andere leggen we erop of eronder. Pakken het schilmesje weer. En drukken we hem heel voorzichtig naar binnen. Op het moment dat hij in de kast zit, zoeken we even heel rustig het juiste gaatje. Tot we er klikken waren. En dan zit hij weer vast. Zo simpel is het om snel en eenvoudig met door middel van een schilmesje een bandje te vervangen.